Jeugdstrafrecht. Voor kinderen gelden andere regels. Kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. Onder de 12 jaar is in Nederland geen rechtsvervolging mogelijk. Doet een kind toch iets wat niet mag, dan zijn de ouders daarvoor aansprakelijk. In de leeftijdscategorie van 12 tot 18 jaar krijgen kinderen te maken met de kinderrechter. De kinderrechter kan geen gevangenisstraf geven. Zittingen van de kinderrechter zijn niet openbaar. Er is dus geen publiek toegestaan. De kinderrechter kan wel jeugddetentie, OTS, wat staat voor onder toezichtstelling, en eventueel een kind naar een opvoedingsinrichting sturen. In de groep 18 plus spreken we over volwassenen. In sommige gevallen kan namelijk een kind berecht worden als een volwassene. Er moet dan sprake zijn van een ernstig strafbaar feit, zoals bijvoorbeeld moord. Er wordt goed gekeken naar de persoonlijkheid van de verdachte. En er wordt gekeken naar de omstandigheden waarin het misdrijf heeft plaatsgevonden. Een voorbeeld. De zaak Murad D. Een paar jaar geleden schoot leerling Murad D. de conrector van zijn school, het terreurcollege, dood. Hij zou in principe in aanmerking komen voor berechting op basis van het jeugdstrafrecht. Toch is Murad uiteindelijk als een volwassene berecht. De rechter heeft hierbij gekeken naar de ernst van het strafbare feit. Het ging hier om een moord op een docent van een school. Moord wordt in het algemeen gezien als het zwaarste misdrijf. Voor moord staat de hoogste maximale gevangenisstraf, namelijk levenslange opsluiting. De omstandigheden waaronder dit feit werd gepleegd. Het strafbare feit vond plaats midden op de dag in een door leerlingen en docenten bezochte kantine van die school, in een tijd waarin docenten in hun werk steeds vaker worden geconfronteerd met agressie. En hij heeft gekeken naar de persoonlijkheid van de verdachte. In deze zaak kwamen deskundigen, zoals psychologen en of psychiaters, tot de conclusie dat Murad beter volgens het jeugdstrafrecht berecht zou kunnen worden. Uiteindelijk heeft ook de Hoge Raad, dat is de hoogste rechter in Nederland, zich over deze zaak gebogen. De Hoge Raad vond ook dat de rechter een juiste keuze had gemaakt door Murad als volwassene te berechten. Murad is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaar en TBS. Deze straf had op basis van het jeugdstrafrecht nooit gegeven kunnen worden. De maximale jeugddetentie is namelijk 24 maanden en een TBS-maatregel die bestaat niet in het jeugdstrafrecht.